Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. Ja, daar zijn we dan weer met een NEC-update. Hola, buenos dias. Een van de laatste vanuit Spanje. Morgen hebben we er nog één. Dan een beetje de afsluitende met trainer Rogier Meijer. En Bart van Rooij gaan we eventjes mee spreken. Vandaag gaan we praten met Osama Tenane. Belangrijk. En Jasper Sillissen. We mochten hem eindelijk weer eens wat vragen. Dus daar beginnen we maar eens mee. Want hoe is het nu? Hoe is het om terug te zijn in Nijmegen? We blikken een beetje terug. En ja, die WK. Je zei de vorige keer, toen je erbij was, heb ik het eigenlijk ook niet helemaal een plekje kunnen geven. En nu? Nee, ook niet. Kijk, het blijft natuurlijk altijd vervelend. En blijft een vervelend punt. En het zal mijn hele carrière blijven achtervolgen in die zin. Maar ja, goed, dat hoort er helaas bij. En ik moet er een plek geven om daarna weer te presteren. Heb je dan wel gewoon naar de wedstrijden kunnen kijken? Ja, ik heb heel veel wedstrijden gezien. Ik heb ook van heel veel wedstrijden genoten. Dus nee, het is voetballen was er bij Vlagen een mooi toernooi. Dus daarin dan is het ook niet van nou, kijk er niet meer naar? Of, nee, ik ben en blijf gewoon liefhebber. Ja, en supporter van Oranje dan? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Teleurgesteld dan, daarin, wat ze hebben laten zien? Daar had denk ik wel meer in gezeten, ja. Maar goed, dat weet de groep zelf ook. En ja, dat is vervelend voor de jongens. Kijk even terug ook. Je kwam weer terug naar Nijmegen, naar jouw NEC, hè, waar het eigenlijk allemaal begon. Ook eigenlijk een beetje weer om het plezier terug te pakken in het keeper, of niet? Nou ja, plezier is een groot woord. Maar goed, ik wilde weer terug naar familie en vrienden. Omdat ik, ja goed, ik ben natuurlijk 11 jaar buiten Nijmegen geweest. En ja, voor mij was het wel weer tijd om terug te komen. En ja goed, dan is het wel extra lekker om zo terug te mogen komen. Ja, dan voelde dit toch wel een fijnere stap om dan bij NEC aan de bak te gaan? Ja, kijk, ik wist dat ik hier gewoon in een warm bad terecht zou komen. Ik kende natuurlijk zo goed als iedereen. De club is enigszins veranderd, maar ook weer niet te veel. Dus ja, vanaf dag 1 was het gewoon weer thuiskomen en dat had ik nodig. Wat zit er voor jou dan nog in? Ja, zelfs als voorheen. Kijk, ik heb natuurlijk aan het begin van het seizoen geroepen dat ik Europees voetbal volgend jaar wil spelen. En dat is nog steeds het doel. Ja, en dan Osama Tenane. Daar hebben we ook even mee gesproken. Terug blik eventjes op. Nou, hij kwam naar Nijmegen toe, vanuit Arnhem. Ja, daar was wat over. Toch heeft hij, is hij eigenlijk publiekslieveling geworden. Hoe blikt hij terug en hoe belangrijk is hij voor de groep? Je hebt het naar je zin bij NEC volgens mij. Ja, dat kan je ook aan me zien. En ik denk dat ik hier altijd wel met de lach kom. En dat is voor mij het belangrijkste om plezier te hebben in het voetbal. Ja, was je dat plezier even kwijt? Ik vind dat je... Kijk, als het goed gaat heb je plezier. Hè? En, het kan ook de andere kant op gaan en dat het dan niet goed gaat. En dan kan je geen plezier meer erin hebben. Dus. En voor mij komt het nu goed uit dat ik bij NEC gewoon lekker geniet. En ja, dat is voor mij het doelstelling hier. Om lekker, gewoon lekker te voetballen, lekker vrijuit en vooral met de lach. Had je het verwacht toen je hier naartoe kwam? Dat je en eigenlijk zo'n warm bad terecht zou komen? Het begon bij natuurlijk bij Ted en Marcel. Daar kreeg ik altijd wel een goed gevoel, een warm gevoel bij. En toen ik bij NEC kwam, ik wist bij elke nieuwe club waar je heen gaat, weet je niet waar je op zit te wachten. Dus voor mij ook natuurlijk de trainer toen die tijd gesproken. En ook natuurlijk een fijne man om mee te werken. Dus, dat begon al heel goed en uiteindelijk natuurlijk moet je presteren op het veld. En als dat ook goed gaat, dan is het allemaal bingo. En het publiek stond gelijk eigenlijk achter je. En dat is niet vaak als je in Arnhem hebt gespeeld, zeg maar. Ja, nee. Dat was voor mij ook de eerste keer wel spannend natuurlijk. Oefenwedstrijden natuurlijk in het begin gespeeld. Toen zag je natuurlijk wel een beetje van Vitesse, oud-speler. En natuurlijk hoor je bepaalde dingen.
Maar ik denk na de eerste competitiewedstrijd tegen Twente en ik schoot die bal van het middenlijn die net naast ging. En ik deed met mijn handen omhoog van kom aan, ik wil jullie horen. En uiteindelijk vanaf die dag is het alleen maar nog meer geworden. Ja, ik heb eerder deze week met Ibi gesproken en die zei ja, hij leert heel veel van jou. Niet alleen in het veld, maar ook juist daarbuiten. Ja, maar kijk, weet je, het probleem is, kijk naar mezelf en ik hoor altijd van dat ik zoveel kwaliteit heb en dat ik er niet alles heb uitgehaald. Maar dat is ook natuurlijk een beetje geluk wat je mee moet hebben. En ja, voetballend ging altijd goed. Alleen het geluk om een stap naar de top 3 te maken heb ik nooit gekregen. Dus, maar die jongens, die kunnen dat wel. En daarom wil ik die jongens gaan helpen. Want ik zie veel kwaliteit in die jongens. En kijk, ik zal altijd jongens helpen. Maar als ik zie dat het kwaliteit is en je doet er niks mee. Ja, dat doet mij pijn en daarom wil ik die jongens ook wel bepaalde dingen meegeven wat ze eigenlijk beter moeten doen om de top te halen. En ik denk dat dat zeker kan lukken, daarom. Ja, dit was hem dan weer, de NEC Update vanaf het prachtige resort. Ja, kijk achter me, daar verblijven de spelers ook, gaan af en toe een balletje slaan. Daar gaan we het morgen over hebben in de allerlaatste RN7 NEC Update vanuit Spanje. Ik zeg tot dan, adios. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. RN7 support NEC maatschappelijk.